Ja, dan blijft het huis cool. Deze werkt beter hoor. Tropische temperaturen is ook de luchtvochtigheid momenteel extreem hoog. Kinderwater te drinken en verkoeling te zoeken. De overheid adviseren dan ook dringend om in het land geldt inmiddels code rood. We gaan zo, Max. Dat moet het doen. Bam, jongen! Na 3 weken stilstaan. Dat is toch best wat voor zo'n oud beestje. Maar ja, met mijn skills. Lies, ben weg! Met Westerbeek. Oh, hallo. Ja, ik dacht al, jullie zijn niet zo laat. Hè? Nee, ik... Hebben jullie dan geen vervanger? Ja, de hittegolf, ja. Dat... Ja, maar wij hebben voorrang. Ik heb een vitaal beroep. Ja. Nee, dat begrijp ik. Hoe dan? Ik kan toch niks? En ik heb echt pijn. Kun je me die paracetamol even aangeven, alsjeblieft? Maar ik zou vandaag weer beginnen. Ze hebben op me gerekend. Ja, maar ik heb ook op jou gerekend. Het is misschien maar voor 1 dag. Morgen is er vast wel iemand van de thuiszorg die kan komen. Ja, nou, dan kijken we morgen weer verder. Sorry. Luister, ik begrijp dat jij... Dat je hierop verheugd hebt en ik ben ook blij voor je dat je je gewoon weer fit voelt om te kunnen werken. Maar ik kan het gewoon nog niet alleen. Max, af. Af. Het kan niet anders, meneer. Wes, ik heb alle mankracht nodig. Ik heb je al 3 weken moeten missen. Dat begrijp ik. Ik had het ook graag anders gezien. Maar het gaat om mijn vrouw. Ze heeft zorg nodig. Zodra je een oplossing hebt gevonden, kom je deze kant op. Akkoord? Akkoord, meneer. Goeiedag, u spreekt met Wes Verbeek. Ik ben de man van IZ Kagels. Ja, volgende keer heb ik een afspraak. Ik vroeg me af of u misschien... Oké, dat begrijp ik. Fijne dag, dag. Max, af, af, af. Al Akbar, buurman. Zijn jullie nou helemaal... Ja, geen klachten. En Lisette? Gaat. Ze moet tot de bevalling in bed blijven. We zijn virusvrij, John. Eergisteren getest. Dat is goed om te horen. Dat is 5 over de fit-test, hè? Even een stukje rijden. Lekker afkoelen. Waarom is er geen fruit? Niet gekomen, al een paar dagen niet. Groente ook? Door de hittegolf. Er is niks vers meer. Ja, dan blijft het huis cool.
Deze werkt beter, hoor. Wat wil jij nou toch de hele tijd met al dat blikvoedsel? Je bent geen militair meer, hè? Je zit gewoon bij de brandweer. Dit is niet een survival training of zo. Dat is gewoon voorbereiding. Je weet nooit hoe zo'n ramp verloopt. Een ramp, lief. Net als toen de lockdown begon, zeker. Die 20 pakken wc-papier van jou, die staan ook nog steeds in de kast. Oké, dat is een inschattingsfoutje. Ja. Zullen we naar mijn ouders gaan? Het is daar veel koeler dan hier en zij kunnen ons ook helpen. Het is ook veel leuker voor Max. Het is daar net zo heet. En hier heb je veel meer voorzieningen. Dus je gynaecoloog, je longfysio. Ja, maar dat heb je daar toch ook allemaal? En er is daar veel meer ruimte. Dan zitten we niet zo op elkaars lip de hele tijd. Alleen tot de bevalling. En dan gaan we weer terug. Ik ben nodig op de kazerne, Lisette. Ik kan niet zomaar weg. Dus dat is het. Ze komen mensen tekort. Ik wil helpen, ik kan helpen. Maar niet je gezin. Ook mijn gezin. We blijven gewoon hier in de stad. Dan kan ik werken en dan... En dan? Dan wachten wij hier totdat je thuiskomt als een soort fanclub. Het is niet de hele tijd en, Wes. Soms moet je een keuze maken en dat moment is nu. En als jij het niet doet... Wat? Nou, dan doe ik het. Hey. Oh. Ja, ga maar weg. Zijn er weer 40 sterfgevallen als gevolg van de hitte geregistreerd. Dat meldt het RIVM. De gezondheidsinstantie benadrukt dat het voor iedereen belangrijk is om thuis te blijven, voldoende water te drinken en verkoeling te zoeken. De veiligheidsregio's maken zich zorgen nu hele wijken door... Sorry. Het is oké. Lig je goed? Wil je nog wat drinken? Nou, volgens mij heb je genoeg in huis gehaald voor een heel feest, dus ik ben oké. Op het beste hopen, op het ergste voorbereid zijn. Ja. Precies. Gaat het? Wat is er? Hij is dood.